Rieteloos, vandaag bekerfinale hier in Eupen. KRC Genkleid is standaard. Het was allereerst heel warm om te voetballen. Hoe was dat op het veld zelf? Ja, het was echt wel warm. Ik denk dat de warmte echt wel naar de kopjes toe stegen. Gelukkig dat er die drinkpauze is en hier een klein briesje staat. Maar dan nog, het was echt wel voor de twee ploegen heel warm om te voetballen. Ja. Hoe heb je de wedstrijd zelf gezien op het veld zelf? Ik denk dat we heel goed starten aan de wedstrijd. Ja. Echt iedereen heel gemotiveerd en dat we het standaard ook echt moeilijk kunnen maken. Maar we zijn iets te weinig gevaarlijk voor de goal toe. En dat is hetgene waar we naar de volgende seizoen aan toe moeten werken. Ja, iemand die de afwerking kan realiseren, hè, in zo'n wedstrijd. Ja, absoluut. Ik denk dat dat hetgene is wat we een beetje mankeren. En het spel was er vandaag wel, zeker de eerste helft. Ik denk dat we daar echt met momenten pijn hebben gedaan. Maar ja, dan ontbreekt er die scherpte van voor, zal ik zeggen. En ik hoop dat we dat naar volgend seizoen toe al kunnen verbeteren. Ja, dan in die tweede helft. Penalty, was het penalty volgens jou? Ik weet het niet, ik moet de beelden nog eens terugzien. We weten dat Lola heel makkelijk gaat liggen. En in eerste instantie was het buitenspel of niet. Dat is al een twijfelgeval en dan blijf ik erbij dat het een twijfelgeval is voor de penalty. Maar oké, ze fluit hem. Ze trapt hem goed binnen en dan is het eigenlijk aan ons te tonen dat we de kopjes omhoog en eigenlijk voor die gelijkmaker moeten gaan. Maar dat is ons vandaag niet gelukt. Ja, oké. En dus op naar volgend seizoen? Absoluut, ja. Eerst even de batterijen terug opladen. Een beetje genieten van de rust die we krijgen en dan er volle 200% weer voor gaan volgend seizoen. Oké, ik dank je. Een prettige vakantie in elk geval en succes voor volgend seizoen al. Ja, dankjewel.